We staan hier bij de locatie in Wehl. Ik had beloofd op een andere video even uitleg te geven over hoe ik de geslingerde honingkamers laat uitlikken, laat schoonmaken, laat repareren. Dat laat ik graag even zien. Hier zien we een bijenkast die overigens op een weegschaal staat. Daar zit weer een mooie naakslak bij. Daar stikt het van dit jaar. Geen enkel probleem voor onze bijen. Twee vlieggaten. Dan hebben we de broedkamer. Hebben we één honingkamer die op de broedkamer staat. Die heb ik laten staan om de bijen voldoende ruimte te geven. Dat is een sterk volk. Dan heb ik hier een tussenplank. In die tussenplank zit een klein gat. Een klein gat. En daar heb ik 1, 2, 3, 4 natte honingkamers op gezet en een dak. Dit is gewoon voerbak en het dak. En die voerbak die komt straks weer gewoon op het volk. Dus deze 1, 2, 3, 4 honingkamers hebben de bijen nu kunnen schoonlikken. Toen hebben we gisteren die plank weer zo geïnstalleerd dat het een bijenuitlaat is. Dus het gaat dichtgemaakt met een bijenuitlaat, zodat de bijen alleen naar beneden kunnen. Dus als het goed is zijn de bakken nu zo goed als leeg. Vooral als het bakken zijn waar nooit broed in heeft gezeten, dan gaat dat perfect. Als dat bakken zijn waar wel broed in heeft gezeten, dan zitten daar altijd nog wat bijen in. Dus donkere raad willen de bijen wat minder makkelijk van af. Gele raad, daar trekken de bijen altijd snel weer naar de broedkamer toe. Dus we gaan nu kijken hoe dit eruit ziet en dan laat ik jullie dat even zien. Dus dit zijn geslingerde honingkamers. Dus die ramen zijn door een zegelapparaat geweest, dus best wel wat beschadigd. En wat die bijen dan vaak doen is niet alleen de honing eruit poetsen, dus mooi leegmaken, maar ook dat raad een beetje repareren. En dan is dat raad direct klaar voor het voorjaar. Zo sla ik ze op voor het voorjaar, voor de voorjaar opzet om gelijk weer te gebruiken. Hier zit nog een wasmotje, die ruikt wat lekkers. Nou, laten we maar eens kijken hoe dat eruit ziet. Nou, de eerste kamer. Zo ziet dat er dan uit. Geen ene bij meer in. En als ik dan zo'n raam pak, dan ziet dat er alweer prachtig gerepareerd uit. Niks kapot. Nog één. Nog even een bak. Ook die. Prachtig gerepareerd. Er zit nog één bijtje op. Helemaal schoon, helemaal leeg. De bak voelt ook super licht aan.